Nou, dames en heren, bij een nieuw webinar van Boost. Naast mij staat Marleen Kuiper van het Benelux Bureau van Intellectuele Eigendom. Dat is een hele mond vol. Ze gaat jullie veel meer vertellen over alles wat te maken heeft met intellectueel eigendom. Hoe bescherm je nou jouw naam, concept en idee, maar ook nog veel meer daarnaast? Ik vind het zelf een heel belangrijk onderwerp, dus ik ben blij dat je er een webinar over geeft. Ja. Veel plezier allemaal. Als er iets technisch is, laat het even weten in de chat. Ik zit erin als regisseur, dus je hoort vanzelf wel. Veel plezier allemaal. Take it away. Dankjewel. Nou, welkom allemaal. Fijn dat jullie op deze middag hier gekomen zijn om te luisteren naar mijn verhaal. En natuurlijk vragen te stellen. Alsjeblieft heel graag. Heb je een vraag, stel hem direct. Ik geef je waar mogelijk ook direct antwoord uiteraard. Dus even kijken. Nou, die werk is goud. Dat zei ik al. Wat verwacht je van de workshop? En aan het einde van de workshop hoop ik dat je meer inzicht hebt in wat intellectueel eigendom is. Het is een heel ingewikkeld woord. Daar hangt heel veel aan vast. Maar het kan best wel heel belangrijk voor je zijn. In ieder geval om minstens te weten waar het over gaat. BBIE, waar ik werk, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. En daarnaast kun je bij ons ook een idee vastleggen. We zijn een internationale overheidsorganisatie. We geven voorlichting, maar geen juridisch advies. En we zijn dus een overheidsorganisatie, dus geen commerciële partij. Dat is wel belangrijk om te weten. En wij doen niet alleen de merkenregistratie voor de Benelux-landen, België, Nederland en Luxemburg, maar ook voor de BES-landen. In ieder geval helpen we daar op de achtergrond aan mee. Naast ons kantoor heb je heel veel tussenpersonen, die dus merken en modellen registreren voor hun klanten bij ons. Dus uiteindelijk, als je een merkenbureau ziet, die zal altijd uiteindelijk de inschrijving bij ons doen, omdat wij het officiële register zijn, de officiële instantie. En die bureaus, die gemachtigden, dat zijn een soort van tussenpersonen. Je betaalt hun een bepaalde fee en dan regelen ze alles voor je. En dat kan ontzettend prettig zijn, want ook al maken we het allemaal steeds makkelijker, het blijft natuurlijk wel een juridisch iets. En ja, dat kan soms best ingewikkeld zijn. En dat is helemaal niet raar om daar voor iemand voor in te schakelen. Je kunt het zelf doen, maar als je dat doet, moet je daar ook wel even rustig en goed voor gaan zitten. Nou, alles begint eigenlijk met een idee. Ja, dat kan van alles zijn. Een idee voor een televisieprogramma, voor een nieuwe stoel, voor een of ander technisch probleem wat je hebt gezien. Nou, van alles en nog wat. Alles begint met een idee. Dus een bedrijf begint met een idee zelfs. Maar het jammer is dat je een abstract idee, gewoon een idee dat je in je hoofd zit, kan je niet beschermen. Je kan iets pas beschermen op het moment dat het concreet wordt. Dus je hebt opgeschreven als het een tastbaar iets wordt. Nou, bijvoorbeeld zoiets als zo'n pasjeshouder. Dat idee van, goh, het zou wel eens handig zijn als ik een pasjeshouder had. Want ja, waarom heb ik überhaupt nog geld? Dat heb ik toch nooit meer in mijn zak, echt geld. Ik heb alleen maar pasjes. Nou, als je dat gaat uitwerken, dan zie je dus hier dat er drie verschillende soorten houders uitkomen. Met drie verschillende systemen. Het ziet er drie keer anders uit en het heeft ook drie keer een andere naam. Dus uiteindelijk gaat het erom hoe je iets uitwerkt. En voor de techniek, dus de manier waarop die pasjes daarin worden geschoven, kan je een octrooi aanvragen. Je kan een design aanvragen voor de vormgeving, hoe het eruit ziet. En je, met je merk, de naam of het logo dat je erop plakt, daarmee breng je het op de markt. En zo heb je dus eigenlijk drie verschillende rechten waarmee je één ding zou kunnen beschermen. Maar dat geldt dus voor al die verschillende pasjeshouders, omdat die allemaal er anders uitzien en op een andere manier werken. En daarom kun je dus een abstract idee van, goh, een houder voor pasjes, kan je niet beschermen. Het geldt hetzelfde voor concepten, voor televisieprogramma's en dat soort dingen. Heel ingewikkeld om dat te beschermen. Dus deze concepten, die lijken allemaal ontzettend op elkaar. He, er gaat iemand zingen, of een groepje zingen, of wat dan ook. Er zitten wat mensen, een jury, en de jury die gaat een beslissing nemen. En de ene doet het met een grote knop, en de andere die draait een stoel om, en de derde die laat je door de grond zakken. He, het is allemaal anders, maar het concept, het idee is allemaal hetzelfde. Ook daarvoor geldt dus, je moet het uitwerken. De naam en je logo voor dat televisieprogramma, die kun je natuurlijk beschermen als merk. En als je format heel erg goed is uitgewerkt en er zitten heel veel andere elementen in, dan zou je daar eventueel auteursrecht op kunnen hebben. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor een app. Een app, een game, die vallen onder het auteursrecht. Software bescherm je onder het auteursrecht. Maar ook daarvoor geldt dat je dat uitgewerkt moet hebben. Dus je kan wel een idee hebben voor een app. Dus een idee om, de treintijden te laten verschijnen in een app, zodat je de real-time kan zien hoe laat de trein gaat. Voor mij wel handig, als ik het goede station intik natuurlijk. Dat vergeet ik nog wel eens, daar kom ik niet goed uit. Maar als je dat dus doet, dan dat idee op zich, daar kun je nog niet zoveel mee. Het gaat er uiteindelijk om van hoe je het dan bouwt. Hoe gaat het eruit zien?
welke naam krijgt het, hè, het icoontje misschien wat je gaat doen, maar ook de techniek die erachter zit. Hoe zorg je ervoor dat je de wildheid die gegevens krijgt? Dat soort dingen, die kun je beschermen, maar niet op zich het idee. Dus uiteindelijk moet je een idee altijd eerst voldoende uitwerken. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan kan je een bepaalde bescherming opvragen. Wat je al wel kan doen, is als je dat idee behoorlijk hebt uitgewerkt, maar je hebt nog geen registraties aangevraagd, dan zou je al wel het in een IDEPO kunnen stoppen. Want het kan heel goed zijn dat je eerst met anderen moet gaan praten om dat verder uitgewerkt te krijgen. Stel nou voor dat je een bepaalde stoel hebt ontworpen. En daar heb je bepaalde materialen voor nodig, maar je hebt niet de spullen om die materialen vervolgens zo vorm te geven dat het op die stoel gaat lijken. Ja, dan heb je andere nodig. En dan kan het handig zijn als je een officiële datumstempel hebt, waarop staat van, goh, toen had ik dat idee al. Dus je gaat een aantal stapjes doen bij dat idee uitwerken. Je kijkt of er een markt is, je kijkt of het al bestaat en vervolgens ook of je het kan beschermen. Nou, en dat IDEPO gebruik je dan in eerste instantie om die datumstempel te geven, zodat je een soort van veilig met anderen praten kunt. Even kijken of ik nog iets gemist heb. Nee, dat is eigenlijk wel belangrijk. De kosten voor het IDEPO zijn 35 euro. En dat betekent dat je er 35 euro betaalt. Je kunt er allerlei documenten in stoppen. En vervolgens bewaren wij dat voor 5 jaar voor je. Je kunt zelf zeggen van, goh, ik wil een deel ervan openbaar maken. Bijvoorbeeld omdat je financiers zoekt. Niet 35 euro per maand. Gewoon eenmalig 35 euro. Eenmalig voor 5 jaar. En dan bewaren wij dat idee 5 jaar voor je. En je hebt dus ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld het gedeeltelijk openbaar te maken op het moment dat je financier zoekt. Zou je best kunnen zeggen van, nou, ik wil een bepaald stukje daaruit, hè, zodat niet alles duidelijk wordt, openbaar maken. Zodat ik anderen kan laten zien van, hé, dit heb ik gemaakt en wie is erin geïnteresseerd. Een idee leg je, het gaat om een datumstempel. Dus je hebt niet echt bescherming, het is een bewijsmateriaal. En dat bewijsmateriaal wordt sowieso aanvaard door rechters in de hele Europese Unie. En ook in veel landen daarbuiten. Omdat wij de officiële instantie zijn, zullen heel veel rechters dat erkennen als bewijsmiddel. Uiteindelijk gaat het daarom, erkent die rechter die dat bewijsstuk onder handen krijgt, dat als officieel bewijs. Nou, omdat wij die officiële instantie zijn, is het heel waarschijnlijk dat dat overal het geval is, maar sowieso in Europa. Wat is nou eigenlijk intellectueel eigendom? Want daar praten we over. Op het moment dat jij bezig bent met iets bedenken, iets creëren, dan ontstaat er eigenlijk intellectueel eigendom. En het is belangrijk om erover na te denken om dat te beschermen. Sommige dingen kun je ontstaan namelijk al vanzelf, want op het moment dat je dat doet, maak je voor jezelf de speelruimte op die markt wat groter. En dat heeft ook invloed op de manier waarop je bedrijf groeit. Je hebt een grotere kans om beter voor de dag te komen als je erover nagedacht hebt. Je maakt voor jezelf het leven iets makkelijker. Dit is er een voorbeeld van. Marijn Omen is een designer en die had op een gegeven moment heeft hij de lamzak bedacht. Gewoon een soort van stoel die je kan opvouwen en mee kan nemen naar het strand. Je doet woet, vervolgens zuigt hij de lucht in, je maakt hem vast en je kan er lekker op gaan liggen. Dus had hij gemaakt, mee naar het strand genomen, onwijs veel reactie op. En toen dacht hij, nou ja, het is misschien wel leuk om er wat meer te maken. Dus hij heeft een website gemaakt, heeft er een 500 geproduceerd. Of tenminste een website, gewoon een Facebookpagina. En vervolgens op de Facebookpagina gezet. En toen werd het gigantisch. Lydia, daar vertel ik straks zeker nog over. Het is een overweldigende vraag. En die kon hij helemaal niet aan. En toen is hij samenwerking met Fatboy gaan zoeken. En Fatboy heeft uiteindelijk gezegd van, nou, we willen met je samenwerken. We nemen dat van je over. En hij krijgt dan een bepaald bedrag of iets dergelijks per verkochte zak of wat dan ook. Maar vooral ook omdat hij het model had geregistreerd. Dus hij had de vorm van die zak had hij geregistreerd. En omdat hij dat gedaan had, konden ze ook copycats konden ze verbieden om nog... dat op de markt te brengen. Dus Keizer was een van die copycats. En omdat Marijn een Europese registratie had gedaan, mag Keizer al die copycats niet in Europa op de markt brengen. Die kan ze dus alleen in Amerika op de markt brengen. Dus dat is op zich wel leuk. Het copyright, dat hangt er helemaal van af. Op wat voor idee het is. Kijk, een ontwerper die het idee uitwerkt, die heeft wel auteursrecht op zijn uitwerking. Dus het gaat altijd in samenwerking. Uiteindelijk moet je ook goed vastleggen wie wat heeft bedacht in een samenwerking. En daar moet je ook afspraken over maken. Doet hij dat in opdracht voor jou, dan heeft hij nog steeds het auteursrecht, krijg hij het gebruiksrecht. Maar goed, daar kom ik straks nog op terug, voordat ik al veel te ver inga over het auteursrecht gedeelte. mijn eerste vraag, de eerste poll is, zie je op dit moment intellectueel eigendom, dus die hele verzameling aan rechten, als toegevoegde waarde voor jouw bedrijf? Ik zou het leuk vinden als jullie de poll even zouden willen invullen. Gewoon even snel, ja of nee.
zodat ik een idee heb van hoe dat zit. Nou, ik zie dat een heel groot deel van jullie op dit moment zegt van ja, dat zie ik als toegevoegde waarde. Dat is misschien ook de reden waarom jullie naar de workshop zijn gekomen. Super. Nou, ongeveer drie kwart zegt van ja, ik zie het als toegevoegde waarde. En één kwart zegt van nou, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik zie het niet als toegevoegde waarde. Een slogan voor je bedrijf zou je kunnen beschermen, Karen. Daar kom ik straks op terug als ik het heb over merken. Ga ik even naar de volgende slide. Nou, er zijn verschillende soorten rechten, IE-rechten. Rechten die je moet registreren. Want dat zijn rechten die je pas hebt op het moment dat je dat ook officieel gedaan hebt. Dat ze officieel in een register staan. Denk dan bijvoorbeeld aan het merkrecht. Een merk moet je officieel registreren. Dan mag je een R-teken gebruiken en dan pas heb je dat merk. Dus niet als je het gebruikt. Dan heb je het merk nog niet. Een modelrecht, dan gaat het om design, de vormgeving. Het design... moet je ook vastleggen, anders heb je het recht niet. Ik zie dat Gerard een vraag stelt over het uitwerken van een idee naar een product. Dan heb je niet het modelrecht, dat zou kunnen. Het IDEPO is eigenlijk ook alleen maar een bewijsmiddel, Gerard. Het IDEPO geeft je geen recht op dat product. Het bewijst alleen dat jij op dat moment dat idee voor dat product al had. Uiteindelijk, als je het hebt uitgewerkt, heb je er auteursrecht op. Maar kan je ook het als model registreren. Dat je een officiële registratie hebt. Dat geeft je een veel bredere bescherming dan het auteursrecht die geeft voor die stoel. Dus daar heb je gelijk in. Dat moet je apart deponeren. Maar dat geldt dus voor alles. Het IDEPO is niks. Tussen aanhalingstekens. Het is gewoon een bewijs. Nou, wat heb je nog meer recht om te registreren? Octrooirecht. Het octrooirecht gaat het om technische innovaties. Het kan best wel zijn trouwens dat ik af en toe een beetje raar kijk. Een soort van schil, maar ik weet nooit waar ik moet kijken. Of in de camera, maar dan zie ik mijn verhaal niet. En als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat ik heel gek kijk. Dus sorry daarvoor. Ik probeer jullie aan te kijken in ieder geval. Nou, octrooirecht, dan gaat het echt om technische innovaties. Maar technisch is niet altijd ingewikkeld. De paperclip, daar zit ook een octrooi op. Hè? Dus op die manier moet je erover over nadenken. En een octrooi is wel iets ingewikkelder recht dan de andere zijn. Daarnaast heb je nog het kwekersrecht. Dat gaat dan om nieuwe plantensoorten. En je hebt ook gratis IE-rechten. Dus dat zijn rechten die ontstaan op het moment dat je iets creëert. En die hoef je dus nergens te registreren. En dan hebben we het bijvoorbeeld over auteursrecht. Dat zit op boeken, dat zit op games, dat zit op schilderijen. Dat zit op heel veel dingen die je creëert. Je hebt ook handelsnaamrecht, dus je handelsnaam die ontstaat automatisch. Die hoef je niet per se te registreren, althans niet om het handelsnaamrecht te kunnen inroepen. Het niet geregistreerde gemeenschapsmodel, dus dan hebben we het over design. Je kan ook een niet geregistreerd design hebben. Daar kom ik later nog op terug. Maar ook bijvoorbeeld op databanken. Databanken ontstaan ook vanzelf. Als jij een verzameling gegevens hebt, die je zelf bij elkaar hebt gebracht, die afzonderlijk zijn op te vragen, waar je veel investering in hebt gedaan... Ja, dan heb je daar ook automatisch databankenrecht op. Van alle IE-rechten zijn de kenmerken dat het monopolierechten zijn. Dus jij hebt ze van al die geregistreerde rechten. Jij bent de enige die ze heeft en je kunt anderen verbieden om ze te gebruiken. Maar ze geven altijd bescherming in een bepaald gebied. En dan moet je dus altijd kijken naar het gebied waarin jij zaken doet, waarin je zaken wilt gaan doen. En op één product kunnen dus ook meerdere rechten van toepassing zijn. Kijk bijvoorbeeld naar deze auto. Er zit auteursrecht op de foto's en de handleiding die erbij zit. Merknaam en het logo, dus dat registreer je als merk. Je hebt het model, de vormgeving, design, als model geregistreerd. De tekening, dus het motief, dat is een onderdeel van het modellenrecht. Dat kun je dus ook registreren. Dus is bijvoorbeeld ook de Burberry Ride geregistreerd als een model, als design. En octrooirecht, bijvoorbeeld voor de remschijven. Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende rechten die je kunt gebruiken om een product vast te leggen. En afhankelijk van een aantal zaken, van nou ja, wat voor soort product heb ik, voor welke prijs wil ik het gaan verkopen, hoeveel geld heb ik in mijn portemonnee, naar welke markten ga je bekijken van oké, wat ga ik registreren, wat heb ik automatisch al, ja, en wat wil ik daar verder mee doen. En dat maakt je bewegingsruimte, je speelruimte om de markt al wat groter. Überhaupt al het feit dat je er iets van af weet en dat je ermee bezig bent. Dan word je ook niet overvallen door dingen die je... Ja, als je er niks van af weet, kan je soms heel erg overvallen worden als je wordt beticht van inbreuk. Nou, wat heb je nog meer? Je hebt bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, know-how, geheimhoudingsovereenkomsten, contracten. Dat zijn allemaal dingen die samenhangen met intellectueel eigendomsrecht, die daar mee te maken hebben. En met name bedrijfsgeheimen is best wel een belangrijk onderdeel. Daar komt volgend jaar ook wetgeving voor. En dat betekent dat op het moment dat jij... informatie, vertrouwelijke informatie echt geheim houdt. Je doet daar mogelijk echt alles voor om het geheim te houden. Je maakt afspraken met mensen, dat soort dingen.
En dan hoeft het niet per se te gaan om hè, bedrijfsgeheimen, dat we denken aan spionage voor vreselijk spannende ideeën. Nee, het kan ook gewoon gaan om jouw marketingplannen voor de toekomst, die wel heel erg interessant zijn voor je, hoe zeg je dat, voor je concurrenten. Maar dus echt wel vertrouwelijke bedrijfsinformatie zijn, die kan je bestempelen als bedrijfsgeheim. En als je ze op die manier ook behandelt en vervolgens gaat een van de collega's die zorgt ervoor dat het bij een ander terechtkomt of iemand anders die komt er op een of andere manier aan, dan kun je daar ook echt stappen tegen ondernemen. Dat is wel heel prettig. Die wetgeving gaat volgend jaar echt in. Het is nu ook al zo, maar nu is het eigenlijk al een stuk ingewikkelder. Straks staat echt in de wet, dus dat is wel heel fijn. Nou, dat ga ik allemaal even overslaan. Wat ik wil doen is aan de hand van een aantal ondernemers een aantal dingen wat duidelijker maken over intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld John Kopp, dat is een ondernemer in de zakelijke dienstverlening die een platform heeft opgericht, een online platform, waar hij werkzoekenden en werkgevers zeg maar, aan elkaar koppelt zonder dat er verder nog iemand tussen komt. En waar moet hij dan rekening mee houden? Met de driehoek, die jullie nog niet kennen, maar dat is de driehoek domeinnaam, handelsnaam en merknaam en logo. Die drie zijn heel belangrijk, die hangen altijd met elkaar samen. En eigenlijk hoort daar ook nog bij die social media accounts. Het meest makkelijke is als die allemaal dezelfde naam hebben. Want dan ja, is het voor je klant te tikken, hè, je naam in Google en je komt op allerlei manieren naar voren. Dan ben je wel het best vindbaar. En John Kopp moet vooral ook denken aan auteursrecht. Dan heb ik Erik Bogert, dat is een designer. Die staat op het punt om internationaal door te breken. Hij heeft Stopcontact, Hoeze ontwikkeld. En die zijn echt hartstikke leuk. Stopcontact ziet er natuurlijk best wel saai uit. En hij heeft hele mooie designs gemaakt. En hij heeft ook een merk, Suited. Maar waar moet hij mee rekening houden? Weer met diezelfde driehoek. Die handelsnaam en die domeinnaam. Zijn merknaam en zijn logo. Maar dus niet alleen in de Benelux, maar ook daarbuiten. Omdat hij internationaal zaken doet. En verder moet hij rekening houden met auteursrecht. Bijvoorbeeld voor zijn website. Met modelrecht, dus de vormgeving van zijn stopcontacthoeze. En met bedrijfsgeheimen. Want wat is hij, met welke plannen is hij bezig? Wie zijn zijn klanten? Dat soort dingen. Welke ontwikkelingen gaat hij in de komende tijd doormaken? Nou, dat zijn allemaal bedrijfsgeheimen die hij dus ook kan beschermen. En we hebben nog Alain Vos, een modeontwerper. Hij maakt mannenondergoed, luxe mannenondergoed. En hij is ook bezig om internationaal door te breken. En hij is op zoek naar financiering. Voor hem is het dus ook heel belangrijk dat hij. Natuurlijk hetzelfde weer, hij heeft een website, heb je weer merknaam, logo, handelsnaam en domeinnaam. Maar voor hem geldt ook heel erg het modelrecht. Hè? Want op het moment dat jij bepaalde kledingstukken hebt die voor langere tijd gebruikt kunnen gaan worden, wat echt een soort van ja, basic items zijn, die zou je als model kunnen registreren. Auteursrecht voor de rest van zijn collectie, maar ook weer bedrijfsgeheimen. De nieuwe collectie die je maakt, is natuurlijk heel vervelend als op voorhand al jouw concurrent daarmee aan de haal gaat en dus gaat kopiëren en het vervolgens in de Zara of de H&M gaat leggen, terwijl je nog niet eens met je collectie op de markt bent. Dat wil je natuurlijk niet. Nou, wat is nou eigenlijk een handelsnaam? Een handelsnaam is de naam waarop een onderneming wordt gedreven. Zo klinkt dat dan. Klinkt een beetje gek, maar het betekent eigenlijk gewoon de naam die je op je facturen zet. En het is ook geografisch beperkt. Het is alleen voor de regio waarin je zaken doet. Het is niet voor je logo en ook alleen voor dienstverlening. Dus verkoop je producten onder diezelfde naam, dan heb je die naam niet beschermd voor die producten. Dus als iemand anders dezelfde soort producten gaat verkopen, zit jouw naam erop, kan je daar niks tegen doen. De slides kan je zeker terugvinden na de sessie. Je kan het filmpje ook opnieuw bekijken als je wilt. En een handelsnaam is dus ook niet hetzelfde als een merknaam. De merknaam geeft je veel bredere bescherming. Is zowel voor de naam als voor je logo. En is niet alleen voor identieke, maar ook voor sterk gelijkende merken. Is niet alleen voor producten, maar ook voor diensten. En je moet altijd checken of die naam niet al bestaat. Of die niet al geregistreerd is. Heb je een naam bedacht voor een product of voor een dienst of voor een bedrijf? Zoek dan eerst in het merkenregister of het al bestaat. En waarvoor het dan bestaat. Of het voor dezelfde producten en diensten is. Want als dat het geval is, of voor dingen die erop lijken, ja, dan kan je beter een andere naam kiezen. Dit is een voorbeeld. Eataly, dat was een Brabants bedrijf. En eigenlijk waren er heel veel van, maar het begon eigenlijk daar. Die hadden gewoon een lunchroom, Eataly. Maar er was eigenlijk al een Europese registratie. En die firma die had in allerlei landen had die al zaken, maar nog niet in Nederland. En vervolgens kwamen ze naar Nederland en toen zijn ze gaan kijken in het handelsregister van de Kamer en zagen dat er heel veel Italy's waren, ja, die later dan hun die handelsnaam hadden geregistreerd. En die konden ze zo allemaal zo hoep aanschuiven, ja, en zeggen van joh, je mag je naam niet meer gebruiken.
denk je in eerste instantie misschien van ja, wat maakt dat nou uit? Ja goed, als je net erover aan het denken bent, is het misschien nog niet zo erg. Maar als je al echt op de markt bent en het staat op je gevel, het staat op je autootjes, het staat op je logo, op je briefpapier. Ja, dan is het gewoon wel echt heel vervelend. Want het kost gewoon een hoop geld om die naam te laten veranderen. Vervolgens om die nieuwe naam weer bekend te laten worden. Dus gewoon echt vervelend. En dat had hij kunnen voorkomen door eerst goed in ons register te kijken. Want daar staan alle merken die geldig zijn in de Benelux. Dus ook Europese merken. Nou, een domeinnaam, hè, dus dat is ook een onderdeel van die drie eenheid. Dat is gewoon je adres op internet. Dat stelt niet zoveel voor. Hè, omdat eigenlijk dat internetadres een hele rij cijfers is, maar dat natuurlijk niet leesbaar is voor iedereen, kan je daar een naam aan plakken. Nou, en die naam is belangrijk. Die is belangrijk voor je vindbaarheid daaronder. En op het moment dat die hetzelfde is als je handelsnaam en als je merknaam, ja, dan wordt het natuurlijk wel heel makkelijk voor die klant om je snel terug te vinden. Nou, er is niet echt een domeinnaamwetgeving. Het is gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het is gewoon je adres, het is je huis. En uit je huis kan je niet zo makkelijk gezet worden. Behalve als je niet betaalt. Ja, als het een huurhuis is of als je hypotheek niet betaalt, dan word je eruit gezet. Dus dat geldt voor een domeinnaam precies hetzelfde. Die huur je eigenlijk in feite voor een jaar. En dat kan continu verlengd worden. En als je dan dat niet meer doet, dan komt die domeinnaam weer vrij. Nou, als we even teruggaan naar die ondernemers, bijvoorbeeld naar Erik. Die heeft een website gemaakt. Hij heeft een logo ontworpen. En maakt de website ook zelf. En die gebruikt heel veel foto's. En mag je eigenlijk zomaar foto's gebruiken die je van internet haalt? Nou, als je foto's zelf hebt gemaakt, dan kun je ze natuurlijk gewoon gebruiken. Tot het moment dat jij ze zelf hebt gemaakt, heb je zelf het auteursrecht erop en kun je zelf weten wat je ermee doet. Maar op het moment dat een ander die foto's heeft gemaakt, ja, dan is het anders. En je kunt dus niet zomaar een foto van internet halen en die gebruiken. Ook niet, hè, als je denkt van, goh, er staat geen naam bij, iemand heeft hem toch op internet gezet. Ja, dat betekent helemaal niks. Er heeft gewoon iemand het auteursrecht. En die rechten moet je respecteren. Dus dat betekent dat je altijd toestemming moet vragen aan de maker, ook al staat hij er niet bij. En kun je die maker niet achterhalen, dan zou je eigenlijk moeten kunnen aantonen, stel dat je een keer toch in conflict komt, dat je er alles aan hebt gedaan om te achterhalen wie degene is die die foto gemaakt heeft. Dus ja, of dat nou zo verstandig is om dat te doen, is de vraag. En tegenwoordig is het ook steeds makkelijker om te traceren of iemand jouw foto heeft gebruikt. En want daar zitten gewoon codes, metadata achter. Die gewoon traceert van hé, wie gebruikt die foto? En dan wordt er een automatisch seintje gegeven naar bedrijven die dat controleren en krijg je factuur in de bus. Als je de naam van de maker erbij zet zonder dat gevraagd te hebben, dat betekent niet dat het mag, want die maker heeft er geen toestemming voor gegeven. Het is wel leuk dat je de maker vermeldt, dat is heel sympathiek, maar dat moet sowieso altijd. Op het moment dat je dat doet, tenzij je hebt afgesproken dat het niet hoeft, maar in principe doe je dat. Dus nee, dat maakt dus verder niet uit. Hij moet daar echt expliciet toestemming voor geven en in feite zou je daar ook iets voor moeten betalen. Of hij zegt gewoon, misschien zit er wel een Creative Commons licentie op, waarbij hij zegt wat de voorwaarden zijn. Daarom is het misschien beter om stokfoto's bijvoorbeeld te gebruiken. Daar moet je wel iets voor betalen. Je ziet ook vaak van die free fotosites, hè, van zijn free, maar let goed op, want free is niet altijd free. Dan is het misschien wel free, maar dan niet voor commercieel gebruik. Dus je moet altijd de licentievoorwaarden checken. En dat geldt ook voor die stokfoto's, want je betaalt dan bijvoorbeeld een bepaald bedrag, maar daar staat er ook in die voorwaarden van deze foto mag je bijvoorbeeld niet op social media gebruiken. Dus dat moet je altijd even checken. Maar zorg er in ieder geval voor dat je de foto's die je gebruikt, dat je daar ofwel dat je ze zelf maakt, ofwel dat je ze door een ander laat maken, maar dan hele goede afspraken maakt over de auteursrechten, dat je ze zelf mag gebruiken. Ja, want dat is dan het belangrijkste. Maar pluk ze nooit zomaar van internet, want het kan gewoon een probleem opleveren en dat is gewoon vervelend. Er zijn bedrijven die daar echt gewoon volle bak, ja, dat is gewoon hun businessmodel. Achterhalen of iemand anders foto's gebruikt die van een ander zijn. En daar betaal je gewoon best wel vet voor. Dat is gewoon zonde. Nou, wat kan er dan gebeuren? Die maker kan een schadevergoeding van je eisen. En die kan eisen dat je die foto's van de website haalt. En bij die schadevergoeding is bijvoorbeeld gebruikt dat je 3 keer het bedrag betaalt wat er normaal betaald voor zou worden. Nou, dan is het afhankelijk van de fotograaf wat hij normaal voor een foto vraagt. Maar je hebt van die site en van die bedrijven, en ik ben nou echt even de naam vergeten, maar die komt heel vaak voor. En die vraagt gewoon rustig €800 voor zo'n foto. Dus dat is gewoon niet zo leuk. Foto's in PowerPoint-presentaties die je in beperkte kring gebruikt, als je ze voor onderwijsdoeleinden gebruikt, dan mag dat. En als je iets gebruikt voor in huiselijke kring, mag dat. Maar als je het echt commercieel gebruik is, ook al zijn het maar 3 mensen, omdat je een presentatie geeft, nee, dan kan dat eigenlijk niet. Hè, kijk, de vraag is van gaat iemand het zien? Hè, want het enige is dat waar je rekening mee moet houden. Ik zeg niet dat je niks mag. Dat moet je allemaal zelf bepalen. Alleen het is belangrijk dat je realiseert dat je dan een bepaald risico loopt. En ondernemen is risico nemen. Maar je moet dat gewoon weten. Want als je er niet van bewust bent,
is het heel vervelend als je ergens op aangesproken wordt. Op het moment dat je bewust dat risico neemt, dan weet je gewoon van, nou ja, hè, in je achterhoofd van het zou kunnen dat iemand daar eens een keer bezwaar tegen maakt. En dan ga je daar ook over nadenken van, ja, hoe publiekelijk ga ik iets doen wat, hè, waarvan ik denk van, oké, dit zou best wel eens een foto kunnen zijn die ik niet zou mogen gebruiken, ga ik die dan op mijn website zetten? Ja, dat is dan de vraag. Misschien zet ik hem wel in mijn PowerPoint-presentatie. Maar op het moment dat je die gaat delen via LinkedIn bijvoorbeeld, hè, via SlideShare, ja, dan moet je daar nog eens even over nadenken of je dat wel zou doen. Dus het is goed om ja, bij stil te staan. Nou, wat is nou eigenlijk auteursrecht? Auteursrecht is een recht dat de creatieve inspanning van de ontwerper beschermt. Die ontwerper, hè, dus ontwerper is een groot woord, eigenlijk moeten we zeggen de maker van die foto heeft daarover nagedacht. Hè, die is op een bepaalde manier gaan staan, die heeft tegen iemand gezegd van je moet op een bepaalde manier gaan staan, die heeft naar een bepaald licht gezocht, die is daarmee bezig geweest. Daarom heeft hij of zij het auteursrecht erop. En je kan daar ook over het algemeen de hand van de maker in herkennen. Bij een fotograaf, die heeft vaak zijn eigen stijl. Iemand die producten ontwerpt, daar kan je ook vaak in terugzien wie het is. Iemand die schilderijen maakt of boeken schrijft. Iedereen heeft zo zijn eigen stijl. En dat zie je daar al in terug. Het persoonlijk stempel van de maker. Ja goed, wat er beschermd wordt, dat heb ik eigenlijk net al genoemd. Welk recht heb je dan? Dan heb je het alleenrecht om openbaar te maken. Dus op het moment dat je dus een foto van iemand anders gebruikt en jij gaat hem op je Facebookpagina zetten of op je website, dan maak jij hem dus openbaar. En de vraag is dus van ja, mag je dat dan wel? Heb je daar toestemming voor? Je hebt het alleenrecht om het te verveelvoudigen en je hebt ook de persoonlijkheidsrechten. En die persoonlijkheidsrechten die houden in dat niemand anders jouw werk mag verminken. Dus stel nou voor dat jij het auteursrecht hebt overgedragen aan iemand, dan betekent het nog steeds niet dat hij jouw foto mag verminken bijvoorbeeld. He, dus dat hij hem helemaal mag verknippen en er iets anders van mag maken. Dat is niet de bedoeling. Want als het nog steeds deels herkenbaar is als jouw foto, ja, dan mag je daar bezwaar tegen maken. En het auteursrecht zorgt er dus ook voor dat ja, hetgeen waar jij voor gewerkt hebt, dat je daar ook ja, geld aan kunt verdienen. Het auteursrecht is geldig tot 70 jaar na de dood van de maker hier. En in Amerika is bijvoorbeeld tot 90 jaar na de dood van de maker. Dat is niet overal hetzelfde. Het auteursrecht zelf geldt wel. Wereldwijd. Alleen ja, dan is het een beetje afhankelijk van ja, waar komt de maker dan vandaan, hoe lang dat dan geldt. Nou, de rechthebbende ben jij op het moment dat jij zelf het werk hebt gemaakt. Of als jij freelancer bent, die wordt ingehuurd voor een opdracht. Dus op het moment dat jij een website laat bouwen, net zoals bijvoorbeeld Erik of Alan, en je laat dat doen door iemand anders, houd er dan rekening mee dat dat degene is die het auteursrecht heeft op jouw website. Want die heeft hem gemaakt. Dus maak daar goede afspraken over. En dat zie je dus ook vaak, dat je dus niet zomaar de vormgeving van je website kunt veranderen. Want ja, dat ligt bij diegene die dat uiteindelijk voor je gemaakt heeft. De werkgever is de auteursrechthebbende op het moment dat het gemaakt is in een dienstverband. Dus, stel nou voor, ik ben ontwerper, ik werk ergens, ik heb iets gemaakt. Ja, dan is dat allemaal, zeg maar, gaat zijn de credits voor de werkgever, die heeft het auteursrecht. Maar stel nou voor dat ik de receptioniste ben en ik heb een hele andere baan en die heeft er niks mee te maken. Ja, dan heb ik zelf het auteursrecht. Dat komt niet zo vaak voor, maar dat is het geval. Nou, citaten. Een citaat mag je niet altijd zomaar doen. Hè. Dat gebeurt natuurlijk vaak, hè, dat mensen een citaat gebruiken. Maar dat moet wel echt een verband houden met hetgeen waar het over gaat. En dat mag je niet zomaar doen. Je mag het ook niet bewerken, je mag het niet zomaar onder een andere naam uitbrengen. En je moet altijd de bron vermelden en de naam van de maker als je een citaat doet. Behalve als het natuurlijk al iets is wat 70 jaar na de dood van de maker is. Dus op het moment dat je nu een citaat zou willen gebruiken van. Laat me even nadenken. Wie is al 70 jaar dood? Nou, ik kan even niks verzinnen nu. Dus als het een oud citaat is, dan kan dat. Hè. Als je iets van Socrates wil gebruiken, is het geen enkel probleem. Maar als je iets wil gebruiken van een denker van nu, ja, dan moet je daar even over nadenken. Nou, wat kan je doen? Het is gewoon heel handig, ook al hoeft het niet, om altijd dat copyright-tekentje te gebruiken. Want daarmee geef je toch aan mensen van, hé, ik heb het auteursrecht erop. Het is niet verplicht, dus er zit altijd auteursrecht op. Ook al heeft iemand er niets bij geschreven. Waardoor dus zelf wel te doen, ja, geef je wel meteen een soort van grens aan. En denken mensen ook, oh, dat is beschermd. Zo werkt het. Copyright tekentje, het jaartal van openbaarmaking, dus het moment dat jij het erop zet, plus jouw naam of de naam van je bedrijf. Wat handig kan zijn, is op het moment dat je dus bezig bent met iets nieuws, waar auteursrecht op zou kunnen rusten, zoals een game of whatever, zorg dan dat je die datumstempel hebt, dat bewijs voor als je met anderen gaat praten, terwijl het nog niet helemaal af is, dat een ander niet dat idee pikt, ermee vandoor gaat en hetzelfde gaat maken.
Nee, maar er zijn nog andere mogelijkheden, Lydia. Je kunt ook naar de notaris gaan. Of andere vergelijkbare mogelijkheden zijn er ook in de markt, waar je datumstempels kunt halen. Dus dat kan prima. Het gaat er alleen om, als je kijkt naar de rechter, die zal altijd zeggen van, goh, hè, kijk dan bijvoorbeeld naar de notaris of kijk naar het IDEPO. Dat zijn officiële instanties. Die particuliere partijen, dat zijn dan geen officiële instanties. Maar uiteindelijk zal een rechter hier dat bewijsmateriaal ook aanvaarden. Hè? Als het gewoon een prima bedrijf is, is er verder niks aan de hand. Die datumstempel is die stempel. Als die stempel origineel is, dan kan je dus ook zo'n commerciële partij prima gebruiken. Nou, Alan, als je naar Alan kijkt, kijken we bijvoorbeeld naar zijn merk. Wat is het belangrijkste element van zijn merk? Zijn merk is Alan Vos. Als je dus gaat kijken naar een merk, moet je niet alleen zoeken op de naam zelf, naar iets identieks, maar ook op varianten daarvan. En als je dan een resultaat hebt, heb je in ieder geval een goede indicatie. Dus heb je een idee bedacht, heb je vaak meteen al een werktitel. En die werktitel eindigt vaak als hetgeen waarmee je het op de markt brengt. Dat merk je eigenlijk wel. Zo in de loop van de jaren heb ik gemerkt dat dat vaak zo werkt. Ga dat eigenlijk meteen checken. Want dan ben je nog niet zo ver met gedachten daarover. En dan kan je nog veel makkelijker switchen van naam dan als je er al heel lang mee bezig bent. Nou, wat is nou eigenlijk een merk? Een merk is een teken dat je gebruikt om jouw producten en diensten te onderscheiden van die van de concurrent. Even kijken, half vijf, oké. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal een handelsnaam of hebben straks een handelsnaam. Mijn vraag, mijn poll, hebben jullie ook een merk? Ik zou het heel fijn vinden als jullie heel even zouden willen zeggen ja of nee. Of jullie een merk hebben, ja of nee. Nou, het merendeel van jullie zegt van nee, ik heb geen merk. Zeg maar ruim 80% zegt nee. Al meer zelfs nog. 85% zegt nee. En 15% zo'n beetje zegt van ja, ik heb wel een merk. Nou, dank jullie wel voor het indienen van de poll. Gaan we even kijken hoe we verder gaan. Want ik ga jullie nog wat meer vertellen over wat is nou eigenlijk een merk. Nou, als jij je handelsnaam gebruikt om reclame te maken voor je bedrijf, voor je product of voor je dienst. Als je een website hebt, een webadres waarin je handelsnaam staat. Als je je handelsnaam gebruikt op social media. Als je je handelsnaam gebruikt als beeldmerk, dan gebruik je je handelsnaam als merk. En wil jij de voordelen hebben die een merkregistratie heeft, dan moet je het ook als merk registreren. Want anders is het veel lastiger om iets te doen tegen iemand die jouw naam gebruikt of misbruikt, of je logo. Een merk is eigenlijk iets wat in het hoofd van je klanten zit. Het roept allemaal associaties op. Het zegt wat je bent, waar je voor staat. Het is zelfs zo dat mensen associëren zich heel erg met merken. Dat komt soms wel op een hele bijzondere manier tot uiting. Ik zou het zelf niet zo snel doen, maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die tatoeages hebben met van hun favoriete voetbalclub, van hun favoriete merk, wat dan ook. Dat is ook nog wel een grappig iets. Dat horloge, dat Tag Heuer horloge, waar Tiger Woods bij staat. Tiger Woods was echt het boegbeeld van dat horloge. Overal ter wereld werd hij gebruikt voor reclames. Maar op een gegeven moment ging hij natuurlijk vreemd. En met name in Amerika en in mindere mate in Europa werd dat niet zo gewaardeerd. Dus Tag Heuer heeft alle advertenties in Amerika waar hij bij stond weggehaald. En in Europa ook het grootste deel. Maar in Azië en dan met name in China is juist het aantal advertenties omhoog gegaan. Want waarom? Omdat in China een man meer aanzien heeft op het moment dat hij minnaressen heeft. Dus het is niet zo dat het overal op dezelfde manier werkt. Dus daar moet je ook goed naar kijken. Ja, zeker mooi horloge. Op het moment dat je dus over de grens gaat, kunnen er hele andere wetten gelden dan in de markt waar je normaal gesproken actief bent. Dus daar moet je goed over nadenken. Nou, een merk is eigenlijk een must. Ongeacht de grootte van je bedrijf. Want dat merk, dat is juist hetgene waar je voor staat. Dat is wat je onderscheidt. Wat je onderscheidt van de massa. En dat voegt waarde toe aan wat je doet. Het is een belangrijk iets. Het is ook iets waar mensen heel vaak heel lang over nadenken. Waar ze een hele tijd mee bezig zijn met die naam. De hele tijd bezig zijn met het logo. Maar dan leggen ze het vervolgens niet vast. En dat is hartstikke zonde, want dan heb je het dus ook niet. Dan ga je in China wonen. Dat zou best kunnen. Namen die erop lijken, dat hangt ervan af hoe sterk jouw merk is. Maar in principe zijn namen die erop lijken inderdaad een probleem. Zit er een letterverschil in of twee letters? Klinkt het hetzelfde? Als jij een sterk merk hebt, dan kun je allemaal optreden tegen alle namen die daarop lijken. Nou, wat voor soorten merken heb je? Je hebt fantasiemerken. Denk aan Primo's, Afrojack, Google, dat zijn fantasienamen. Maar kun je ook je eigen naam gebruiken als merk. Of een afkorting, je handelsnaam. Dus eigenlijk allemaal verschillende soorten merknamen kun je gebruiken.
En die merknaam hoeft dus niet al als handelsnaam geregistreerd te zijn. Dus in het handelsregister kijken, dat geeft je echt onvoldoende informatie. Nou, je hebt ook alleen beeldmerken, dus bijvoorbeeld de Shell, zoals je ziet. De Pear, dat is wel een hele grappige, dat is een soort van parodie op Apple. De Swoosh van Nike, dat zijn hele sterke beeldmerken die in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld zijn. Kijk, niemand hoeft meer de letters Nike te zien, want iedereen weet dat die Swoosh Nike is. Daar hebben ze natuurlijk heel veel jaren over gedaan, maar dat is wel iets dat kan. Hoe weet je of je kans maakt om je merk te kunnen registreren? Ik ga daar zo meer over vertellen, Karel. Dan weet je snel hoe groot de kans is. Het registreren kan namelijk heel makkelijk. Je hebt ook een combinatie van een woord en een beeld. Dus in dit geval Suited van Erik. Zo heette zijn covers. Die heette Suited. Nou, dat heeft hij beschermd als merk. Maar het is niet alleen de naam, maar dus ook de vorm van de letters. Nou, het grootste risico dat je loopt, of wat het heel vaak voorkomt, is dat het merk al geregistreerd is. Waarbij belangrijk is, waarvoor is het dan geregistreerd? Want als de een iets geregistreerd heeft voor een game en de ander registreert iets voor fietsen, dan kan dat prima naast elkaar bestaan. Dus check altijd ons register en het domeinnamenregister. Je kunt ook nog in TMView kijken. TMView is een database waar heel veel landen hun merken in hebben geüpload. Dus op het moment dat je ook over de grens wil kijken, en de grens is in mijn geval dan even buiten Nederland, België en Luxemburg, ja, dan moet je in TMView kijken. En dan kun je ook kijken van, goh, welke registraties zijn er nog in andere landen? Want ik wil misschien wel naar Duitsland, of ik wil naar Frankrijk, of naar Engeland. Een merkregistratie geeft het alleen recht op dat merk. Het gebruik van dat merk voor de producten en diensten die jij onder die naam verkoopt. En dus ook je logo kun je daarmee beschermen. Waar wij naar kijken is dus niet alleen van, bestaat het al? Want als het al bestaat, mogen wij het niet weigeren. Wij mogen niet zeggen van, hé, dat merk komt al voor, jij mag niet inschrijven. Wat er dan gebeurt, is dat een ander bedrijf, dat die naam heeft, die het al ingeschreven heeft, bezwaar gaat maken tegen jouw inschrijving. Wat wij wel mogen doen, is een merk weigeren op het moment dat het niet aan de voorwaarden voldoet. En daar zal ik zo meteen op komen. En die voorwaarden zijn dan dat het bijvoorbeeld niet te beschrijvend mag zijn. Dat ga ik zo uitleggen. Hier heb ik een filmpje van John Kopp. Dat was inmiddels alweer 1,5 jaar geleden een startende ondernemer. Die was pas 1,5 jaar bezig. En die heeft meegewerkt toen aan een van onze campagnes, waarin hij ook vertelde waarom hij zijn merk registreerde. Hallo, mijn naam is John Kopp, initiatiefnemer van ProfessionalAccess.com. Een open platform voor zelfstandig professionals. Wij breken de markt open voor zakelijke dienstverlening. Wat mijn merk voor mij betekent? Ik ben mijn merk. In 2014 viel alles op zijn plek. Maar merken liggen niet voor het oprapen. Maanden piekeren dus. En toen? Professional Access. Het staat voor toegang. Het zegt alles over mij en waar wij voor staan. Ja, heel in het kort het verhaal van John, waarom hij dan zijn merk heeft geregistreerd, waarom hij het belangrijk vindt. Er zijn heel veel, wij vonden het zelf ook een heel leuk filmpje. We hadden een soort van pitches gedaan, dus ondernemers konden aangeven waarom zij hun merk geregistreerd hadden. En daaruit hebben we een aantal mensen gekozen die aan onze campagne meededen. En zijn filmpje vonden we dus heel erg leuk. Je merk beschermen, wat we heel vaak zien, is dat mensen zeggen van ja, ik heb op, nee dat doen we niet meer op dit moment, Katie. Of je zoekt op Google en mensen zeggen van, ja, ik heb daar gezocht en ik heb het niet gevonden, dus het bestaat niet. Ja, dat eigenlijk geeft dat alleen maar aan hoe bekend het merk is. Maar het kan even zo goed gewoon geregistreerd zijn in het merkenregister staan en pas op pagina 20 van Google tevoorschijn komen. Dus dat zegt niet genoeg. Het geeft een beeld, maar niet over of het geregistreerd is of niet. Het feit dat het jouw bedrijfsnaam is, jouw handelsnaam, zegt niet dat het ook jouw merk is. Je handelsnaam geeft geen monopolie. Jouw handelsnaam voorkomt verwarringsgevaar. Hè? Kan zeggen van oké, ik vind dat die naam verwarrend is voor de consumenten. En ik wil dat die handelsnaam niet verder wordt gebruikt. Maar het geeft je geen alleenrecht op het gebruik van die naam in de Benelux. Of heb je echt een merkregistratie nodig. En heel veel mensen zeggen van ja, als een merk maar heel goed zegt wat ik doe, dat is eigenlijk het beste. En dan kunnen mensen mij het makkelijkst vinden. Dat begrijp ik ook, want het geeft wel heel duidelijk aan voor de consument van wat het is. Maar als merk is het dan niet onderscheidend genoeg. Want wat is een merk? Een merk is een onderscheidingsteken. Waarbij je
ja, de ene dienst of het ene product van de ander moet kunnen onderscheiden. En op het moment dat het heel beschrijvend is, ja, dan is dat lastig en dan kan dat eigenlijk niet. Nou, je kunt een merkregistratie online aanvragen bij ons. Je kunt dat zelf doen, maar je kunt er ook een tussenpersoon voor inschakelen. Wat belangrijk is om te weten, is dat het €240 kost tot 1 januari. Daar komt er €8 bij voor het eerst sinds 13 jaar. Je kunt dat dus zelf doen. Weet dus dat dat €248 straks kost. En alles wat je daar extra betaalt, dat betaal je dan voor het advies van degene die voor jou uiteindelijk die registratie doet. Dus wil je dat niet zelf doen, maar door een ander laten doen, ga dan naar de website van de BMM en vraag gewoon 3 verschillende partijen om een voorstel of een offerte. Of ga bij 3 verschillende partijen op de website kijken. Want ze bieden allemaal andere diensten, hebben allemaal andere tarieven. En praat even met ze en kijk gewoon van, ja, wat voelt het fijnst voor jou? Of doe het zelf. En als je het zelf doet, doe het dan altijd tussen 9 en 5 op een werkdag. Want dan zitten er mensen bij ons in het informatiecentrum die door het formulier heen kunnen helpen. Maar wij accepteren dus niet alle merken. Hè? Dus wij accepteren wel gewoon een aanvraag, omdat met een bepaalde naam, niet omdat die, dus als het al bestaat, zeggen we niet van, joh, dat mag niet. Maar wij zeggen wel, het mag niet als het bijvoorbeeld beschrijvend is, of misleidend, in strijd met de openbare orde en de goede zeden, of als het verwijst naar een internationaal symbool. En ik zal jullie aan de hand van voorbeelden uitleggen wat we daar dan precies mee bedoelen. Nou, Zeeland Magazine is een merk voor drukwerk en reclame. En ik wil aan jullie vragen om gewoon in de chat even in te typen van, denken jullie dat dit een merk is? Zeg maar even ja of nee. Oké, nou goed, dat is heel mooi, Yves Soe. Dat is een hartstikke fijne toevoeging. Ik ken ze zelf niet. Het feit dat jij er goede ervaring mee hebt, vind ik absoluut een pre. Nee, 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 zie ik. Nee. Nou, hartstikke goed, inderdaad. Het is ook geen merk. Een groot kruis er doorheen, want het is gewoon beschrijvend. Het is een magazine en het gaat over Zeeland. Deze daarentegen wordt wel als merk geregistreerd. En dan heb je eigenlijk niet de naam beschermd, maar dan is het het logo dat beschermd wordt. Dat is dan net dat onderscheidende stukje waardoor we de combinatie als merk registreren. Maar dat betekent nog steeds niet dat je de woordcombinatie Zeeland magazine van en voor Zeeland beschermd hebt. Nee, je hebt eigenlijk het logo beschermd, de vormgeving. Dus deze kan wel. Volgende. Zou ik jullie weer willen vragen om te typen. Echtscheidingsadvocaat voor mannen. Voor juridische diensten. Is dat een merk of niet? Nee, nee, nee. Nou, jullie zijn er hartstikke goed in. Dat klopt. Het is geen merk. En wat ik vaak tegenkom en wat ik ook goed begrijp, is dat mensen zeggen, ja, maar het is een nieuwe dienst. Er zijn geen echtscheidingsadvocaten specifiek voor mannen. Nee, dat klopt. Het is een nieuwe dienstverlening. Maar ja, de woordcombinatie op zich is niet nieuw. Dus je kunt daar geen merk registratie voor krijgen, want het zou heel gek zijn als een ander dat dus niet zou mogen zeggen. Want daar gaat het dan om. Je monopoliseert die combinatie van woorden en een ander zou die dan niet kunnen gebruiken. Mede in Rotterdam, merk of niet? Ben benieuwd wat jullie zeggen. Ik zie ja, ik zie ja, ik zie jep, ik zie ja, ik zie ja. Jullie zijn de beste groep ooit! Ja, klopt, dat is een merk. En waarom? Omdat er een geel logo bij staat, omdat er wat letters zijn overgeslagen en er staat niet echt Rotterdam. Dus er zit net iets in. Het is niet een heel sterk merk. Ik bedoel, dat is niet, het is niet sterk. Het is een vrij zwak merk, maar het is wel een merk. Nou, nog een aantal. Ik zal een aantal voorbeelden geven wanneer een beltmerk daar wel geregistreerd wordt. Nou, flavor en aroma, zoals daar, registreren we niet. Maar ga je dat dan net in een andere combinatie zetten, dat het er net anders uitziet, hè? Dus dan wordt het eigenlijk een F'je, dan registreren we het wel. Maar dan heb je geen bescherming eigenlijk op die woordcombinatie flavor en aroma. Want ja, god, dat moet iedereen kunnen zeggen. Alleen mag niemand het dan op die manier schrijven. En op die manier eruit laten zien. En dat geldt dus ook voor die middelste. Dat is ook, dat noemen we dan in juridische termen banaal. Een logo is banaal. Dat, ja, dat is gewoon een rechthoekje, niks bijzonders. Maar zoals ze het aan de rechterkant hebben gedaan, ja, dan heeft het wel wat. Wat ondernemers dan, waar ze zich vaak in vergissen, wat ik ook weer begrijp, dus op het moment dat je bij ons die aanvraag doet en je stopt dat logo erin, het wordt geaccepteerd, dan denk je, ik heb dat merk en ik heb bescherming voor die woorden ook. Want ja, dat heb ik geregistreerd. Maar dat is niet zo. Want die woordcombinatie, ja, die is niet onderscheidend. Het gaat juist om dat logo, die vormgeving. Dus ieder ander zou flavor en aroma mogen gebruiken, maar nooit op deze manier geschreven. Heb je een onderscheidend woord, ja, dan mag een ander dat woord natuurlijk ook niet gebruiken. Dus het is altijd een soort van wet van communicerende vaten. Stel nou voor dat iemand anders dat banale logo heeft, maar wel een heel onderscheidend woord daarin. Wat zal ik zeggen? Nee, ik
Ik ben echt niet goed in verzinnen vandaag. Ik kan niks verzinnen, echt gewoon leeg. Maar goed, heb je daar dus een onderscheidend woord in, dan zouden we zeggen van ja, maar dan accepteren we het wel. Dan is dat logo misschien niet onderscheidend, maar dat woord wel. En dan accepteren we die combinatie ook. Het is bijna weekend, dankjewel. Dankjewel, ja, dat doet mij deugd. Nou, daaronder hebben we dan nog pest control services. Hetzelfde, die accepteren we niet. En waarom? Omdat dat gewoon echt een mier is. Dus ja, dat is wel, dat is heel saai. Pest control services is gewoon een woordcombinatie die je niet kan beschermen. Maar doe je er dan een getekend miertje bij dat er net wat leuker en anders uitziet. Dan zeggen we, oké, die combinatie willen we wel beschermen als merk. Dit is dan nog een vervelende. Ik zal jullie niet laten typen, maar ik zal het jullie wel vertellen. Dat is al echt inmiddels al wel een jaar of 10 geleden. Werd het merk Jodige aangevraagd door een Taiwanees bedrijf voor badinstallaties en waterspoelinstallaties. Nou, dat hebben we geweigerd op basis van openbare orde en goede zeden. Dus die schrijven we niet in. Wel heel bijzonder dat die is aangevraagd, maar dat soort dingen mogen we dus weigeren. En ook hieronder staat, als jij de indruk wekt dat jij iets doet met de Europese Unie of een soort van toestemming zou hebben gekregen van de Europese Unie, ja, dat mogen we niet accepteren. Dus dat kan alleen maar als je dat echt zou hebben. En ja, dan gebeurt er wat anders en dan kan je niet zo'n merk registreren. Dus al die merken weigeren die op een of andere manier daar proberen bij aan te haken. Nou, als je dus kijkt naar je eigen merk, naar je eigen naam die je gebruikt, kijk je eerst van, is dat woord onderscheidend dat ik gebruik? Is dat niet het geval, maar je wilt het wel als merk gaan gebruiken, ja, zorg dan dat je in ieder geval een heel onderscheidend beeld hebt, zodat die combinatie onderscheidend is. Want als je dat niet hebt, dan is het dus voor een ander veel makkelijker om dezelfde naam en hetzelfde logo te gebruiken. En dan maakt het voor jou uiteindelijk moeilijker om je te onderscheiden. En dat is natuurlijk jammer. Dus wat is het merk en wat maakt het onderscheidend? En dus wij kijken er op die manier naar. Wij kijken altijd naar die combinatie. Dus wij kijken niet van, goh, is het een nieuwe dienst? Wij kijken niet naar, is het leuk? Nee, we kijken er eigenlijk op een hele saaie, vervelende manier naar. En dat komt omdat wij dat register een soort van schoon moeten houden. Wij moeten ervoor zorgen dat dat wat erin staat onderscheidende merken zijn. Want het merk is daarvoor bedoeld. Als je een woord als merk hebt, toch in plaats van beeld. Natuurlijk, eigenlijk wil je gewoon een heel sterk woord. Maar dat is eigenlijk altijd best wel lastig, merk ik. Omdat op het moment dat je ergens mee bezig bent, dan wil je gewoon dat die jouw klant meteen weet waar het over gaat. Dus daarom noem je het pest control services, omdat mensen dan meteen weten waar ze naartoe gaan. En stel dat je het dan boost zou noemen, ja, hebben mensen eigenlijk geen idee. Dus heb je meer uitlegwerk nodig. Maar op de lange duur is het veel beter. Op de lange duur is het veel beter om die naamlading te geven. Nou, conflicten zijn er ook regelmatig over merken. Nou, hier is een conflict over eigenlijk heel veel, maar in dit geval vooral dan om het logo. De linkerkant is van een designstudio, Studio Pip, en de rechterkant is van de Marskramer. En je kan het nu niet zo goed zien, maar als je het van dichtbij bekijkt, dan zie je dat er ja, op heel veel punten ze op elkaar lijken. Echt wel, het is eigenlijk aan de ene kant heel verschillend. Hè? Dus vanuit de verte denk je, het is exact hetzelfde. Kijk je van dichtbij, nou is het wel op 7, 8, 9 punten verschillend. Maar wel, toch heeft de rechter gezegd van, joh, sorry, goeie beste Marskramer. Je moet het van de markt halen, want het lijkt er te veel op. En je hoort wel vaker van ja, maar als het op zoveel punten verschillend is, dan maakt het niet uit. En dat gaat soms voor ontwerpen, maar het geldt ook voor merken. Nou, dat kan net zo goed uitmaken. Het maakt maar net uit hoe sterk dat merk is dat je hebt geregistreerd. Of hoe sterk of hoe apart het design is dat je hebt gemaakt. En hoe aparter en hoe sterker, ja, hoe beter en groter ook je bescherming is. Merkenmissers gebeuren ook heel vaak. Als je een logo ontwikkelt, kijk dan alsjeblieft, laat het gewoon aan potentiële klanten zien. Zoals die computerstore aan de rechterkant, die heeft nooit gezien dat mensen dat niet zien als muis. En dat zijn best wel dingen waar je goed op moet letten. Fart, dat is op zich ook wel een grappige, dat was dan een Duits kledingmerk, dat ook naar Amerika ging. Ja goed, dan weet je het wel. Want dat is natuurlijk toch, ja, betekent daar iets heel anders. Dat geldt ook voor IKEA, die had een soort van bureautje waar je mee je kon rijden op de markt gebracht in Amerika. Een fartvoel zal in het Zweeds ongetwijfeld iets betekenen met snelheid. Maar in Amerika betekent natuurlijk wat anders. Dus daar moet je altijd goed op letten. En dat kan al, ja, dat kan bijna op een regio verschillen. Maar zeker natuurlijk als je de grens overgaat. Nou, tips. Want we hebben natuurlijk die drie eenheid. Merken, modellen, domeinnamen. Maar, merken, modellen, wat zeg ik nou weer? Domeinnamen, merken en handelsnamen. Maar waar je ook naar moet kijken is je social media accounts. Want ook daarvoor geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
En dus kan het ook heel handig zijn als je weet van ik wil accounts, bepaalde social accounts gaan gebruiken, om meteen ook te kijken als je naam hebt bedacht, zijn die vrij. En hop, registreer ze alvast maar. Weet je wel, maak ze alvast aan, want dan heb je dat alvast maar. En dan kan je ze altijd nog, als je uiteindelijk een andere naam verzint, weer laten vervallen. Maar doe dat meteen, want dat is gewoon handig. Wat ook handig is, is als je uiteindelijk een merkregistratie hebt, dat heel veel van die social accounts hun eigen policies hebben. En dan hoef je dus niet ingewikkeld naar de rechter te stappen of wat dan ook. Je gaat gewoon naar Facebook en je zegt, kijk, ik heb een merkregistratie voor die naam. Ik wil niet dat die naam nog gebruikt wordt. En dan zegt Facebook, die gaat het controleren. Die gaat kijken van, oké, heb je inderdaad een registratie daar? En dan zeggen ze, hey, nou, inderdaad, je hebt die registratie. En dan sluiten ze die pagina. En dat is gewoon, ja, dat gebeurt regelmatig. Dat vinden we ook altijd wel leuk om terug te horen, dat het ook echt zo werkt. Even kijken. Nou ja, goed, dat is het eigenlijk. Dat is belangrijk. Nou, die merkenadviseurs. Nou, het is wel leuk dat Yves Soe net een goed voorbeeld daarvan had. Van eentje waar zij goede ervaring mee heeft. Dus kijk altijd goed rond. In ieder geval is het goed als ze lid zijn van de BMM. Want dan weet je in ieder geval, dat is een belangenvereniging, dat je nog ergens op kan terugvallen. Daar hebben ze ook een groot overzicht van allerlei gemachtigden van die tussenpersonen. Wat zij nou vooral doen is adviseren bij klassificatie. Want je moet altijd aangeven waarvoor je je merken gaat gebruiken. Voor welke producten of welke diensten. Er zijn wel 45 categorieën, dus dat zijn er echt wel heel veel. Daar moet je even goed over nadenken, want je kan niet alles doen. Maar je moet wel kijken, oké, wat doe ik nu en wat ga ik misschien binnen 5 jaar ook op de markt brengen. Die zou je er dan misschien meteen bij kunnen doen. En zij zorgen er ook voor dat ze goed kijken naar van, oké, is er een kans dat jouw merk geweigerd wordt? Hoe sterk is dat eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Wij zeggen daar ook wel iets over als je ons belt. Maar op het moment dat jij het indoet en je hebt ons niet gebeld, ja, dan kunnen we natuurlijk ook niks over zeggen. En als je dat hebt gedaan en je hebt betaald, dan ben je je geld kwijt. Dus zorg altijd eerst dat je eventjes ofwel contact hebt met de merkenadviseur ofwel met ons. Wij mogen niet één op één zeggen van, nou, dit doen we wel en dit doen we niet. Maar we kunnen wel zeggen van, de kans is groter dat we dit accepteren dan dat we dit weigeren. Nou, de tips, de belangrijkste tips, schend geen rechten van anderen. En dat geldt voor al die rechten. Dat geldt voor het auteursrecht. Dat kan je natuurlijk nergens opzoeken, maar je kan wel, hè, er is geen register van. Maar je kan dus wel kijken van, oké, alles wat je ziet, daar zit eigenlijk in feite auteursrecht op. Dus ja, wie heeft dat dan gemaakt? Kijk, wat heb ik zelf eigenlijk voor intellectueel eigendom? Maak daar een overzichtje van. Wat heb ik zelf eigenlijk allemaal gemaakt en gecreëerd? En ja, houd ook in de gaten dat anderen dat niet zomaar gebruiken. Als je een expert hiervoor inschakelt, Valerie, ja, dat verschilt enorm. Het verschilt echt enorm. Er zijn er die vragen hetzelfde bedrag bijna, maar die vragen dan nog een aanvullend bedrag bijvoorbeeld voor, die zeggen van nou, dan moet je er altijd een bewaking bij doen. Maar reken erop dat je tussen de 150 en 800 euro extra betaalt. Dus er zit echt een heel groot verschil tussen. En ze leveren daarvoor dus ook allemaal verschillende diensten. Dus ja, daar moet je echt wel even goed naar kijken. Je moet het naast elkaar leggen. Het belangrijke is eigenlijk dat ze een onderzoek voor je doen. Dat ze nog eens goed kijken. Dat kun je natuurlijk zelf ook doen. Hè? Ik bedoel, zelf kan je een indicatie krijgen. Maar als er uit die indicatie veel komt, dan kan het nog wel eens handig zijn om hen nog eens een extra onderzoek te laten doen. En advies te geven. Want wij mogen geen advies geven. Dus als jij, 50 resultaten krijgt. En jij moet dat allemaal uitpluizen. En er zijn een x-aantal die toch echt wel heel erg op dat van jou lijken. Mogen wij geen advies geven. Dat zou zo'n merkenadviseur natuurlijk wel kunnen doen. Die zou kunnen zeggen, ja, je moet nu echt een andere naam kiezen of niet, of wat dan ook. Ik zie nog meer vragen. Ik ben even uit geweest. Ik maak illustraties. Kan je in deze zin ook in één keer beschermen? Nienke, op illustratie zit automatisch auteursrecht. Het enige probleem met auteursrecht is dat je het nergens kan registreren. En dan kan het handig zijn, als je met illustraties naar een uitgever gaat of wat dan ook, dat je eerst een officieel bewijs hebt, een datumstempel dat je ze al had. Dat kan je doen bij het IDEPO, je zou het bij de notaris kunnen doen. Er zijn ook commerciële partijen waar je datumstempels kunt krijgen. Maar dat kan handig zijn. Dan heb je in ieder geval een bewijs dat jij op dat moment die illustraties al gemaakt had. En mocht er daarna iets mis mee gaan, dan heb jij dat bewijs. Want daar komt het altijd op aan als je in conflict komt. Bewijsmateriaal, bewijsmateriaal, bewijsmateriaal. Dus ga je met een ander praten, zorg dan ook dat je de afspraak bewaart. Dat je bewaart waar jullie over gesproken hebben. Dat je dat allemaal in een dossiertje doet, voor het geval dat. En denk je, wat een gezeur, ja, snap het. Maar je bent echt onwijs blij als je het hebt gedaan, als er een conflict ontstaat. Je moet er ook niet te veel fus van maken. Maar ja, maak gewoon een mapje, weet je wel, hup, stop het erin. Dan heb je het gewoon bij elkaar. Uiteindelijk ben je er gewoon blij mee. Weet bij wie internationale merken? Ja, natuurlijk. Ja, WIPO, je kunt bij ons informatie krijgen over internationaal registreren. Je kunt ofwel een Europese doen, ofwel een internationale. Wij geven er inderdaad informatie over.
Wil je dat doen, moet je ook eerst een Benelux-registratie hebben. Dus we kunnen je ermee verder helpen. De procedure valt wel mee qua ingewikkeldheid. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel weten naar welke landen je dat gaat doen. En afhankelijk van het aantal landen dat je kiest, zitten daar ook kosten aan verbonden. En ja, en dat kan per land verschillen. Dus het is niet heel ingewikkeld, niet veel ingewikkelder, maar ja, je moet er wel even goed naar kijken. Dus wij kunnen daarbij ondersteunen. Dus je kunt ons informatiecentrum bellen. 070-349-1242. Tussen 9 en 5 en die kunnen je er alles over vertellen. De betaling is niet per land. De kosten zijn wel per land, maar je betaalt het wel in één keer. Als je die internationale aanvraag doet. Nou, wat moet je nog meer doen? Dus controleren of het al bestaat. Je kan in registers kijken. Die registers staan op onze website. We hebben ook links nog naar andere registers, mocht je zeg maar in andere landen nog willen kijken. Dus doe dat altijd. Registreer je naam als merk. Dat is geen must, maar is wel iets waar je over na moet denken. Zeker, hè, bedoel, als je net start, kost het alles geld. Dus ja, zeg ik niet van dat moet je meteen doen. Maar op het moment dat je al iets langer bezig bent en je denkt van ja, ik heb best wel wat geld gestoken in het bekendmaken van mijn naam en mijn logo, overweeg het dan toch nog eens. En zorg ervoor dat je je eigen logo rechtenvrij kunt gebruiken. Want heel veel mensen laten een logo ontwikkelen en die zeggen dan ja, dat is voor mijn website, maar je wilt het ook gebruiken op je briefpapier en op de mokken en op whatever. Dan moet je eigenlijk ook wel zorgen dat je het rechtenvrij hebt, zodat je er eigenlijk alles mee kunt doen, behalve het verminken. Nou, als laatste op de valreep, bijna over mijn tijd heen. Zien jullie intellectueel eigendom als toegevoegde waarde voor je bedrijf? Ik zou het leuk vinden als jullie nog één keer aan het einde ook de poll in willen vullen. Nou, ik denk dat we ongeveer op hetzelfde aantal zitten als in het begin. Iets meer mensen zeggen nu ja. Bijna 90% zegt nu ja. En ongeveer ja, 90% zegt ja. En 10% zegt nee. Hartstikke mooi. Heel veel dank voor jullie aanwezigheid. Ik heb heel veel woorden gebruikt in dit hele uur. Dus dat gaat er denk ik in en uit. In de presentatie en nou, overal zie je ook onze gegevens staan. Dus als je vragen hebt, het is heel logisch dat je het straks allemaal weer vergeten bent. Maar onthoud in ieder geval BBJ of BOIC. Zoek het online en je kunt dus alle vragen stellen die je wilt. Wat nog wel belangrijk is, wij hebben nu een website en die gaat op 1 december veranderen. Dus gaat het er heel anders uitzien. Dus als je nu kijkt en over 2 maanden weer, dat je niet denkt, hè, ik ben ergens anders. Nee, dat zijn nog steeds wij. Jullie ook bedankt en nog een hele fijne avond. Ik ga nog even officieel afsluiten. Oh ja, sorry. Nou, super bedankt. Ik vind het altijd fijn, we hebben daarover. Ik had zelf nog één vraag, mag ik nog stellen? Ja, tuurlijk. Want jij zei net ook al, als je dan een logo aanpast en je voegt iets toe eraan. Want we zitten nu best in de cultuur van remix, hè? Dus gewoon je ziet iets, je pakt iets, je gaat iets aan toevoegen. En dan in één keer denk je, ja, maar wie is dan de auteur? Wat ik nu je beeldmerk pak. Dus ja. De Benelux. Je schetst geen één keer een eiland bij of zo. Wat gebeurt dan met het logo? Is dan, heb ik dan iets geschonden of kan ik iets nieuws aanmaken? Of? Nee, want je hebt gewoon nagemaakt. Je hebt er wel een element aan toegevoegd, maar dat kan niet zomaar. Nee. Nee, dan maak je inbreuk op het merk. Ja. Tenminste, je hebt 2 verschillende dingen. Je maakt inbreuk op het auteursrecht. Want degene die dat heeft gemaakt, ja, die heeft er geen eiland bij getekend. Nee. Een extra eiland. Dus die zegt van, hey, sorry, maar dat is de bedoeling niet. Nee. En daarnaast maak je inbreuk op het merk, want het is ook nog een merkregistratie. Ja. Als jij dat gaat gebruiken om bij iemand anders zeg maar, te zeggen van oké, het is leuk, je hebt er wat anders van gemaakt, alsjeblieft. Dan krijgt hij een andere op zijn brood. Ah. En dat hebben we dus ook al vaker gezien bij heel veel marketingcommunicatiebureaus of marketingadviesbureaus. Die hebben dat eigenlijk vaak nog niet in de gaten. Dus die maken logo's voor klanten, maar vergeten soms om dat te checken. Ja. En zelfs de grote, dat is wel die krijgen aan 1 keer op hun gezicht. Boondoggle hebben we in het verleden mee samengewerkt. En die hadden dat ook al eens gehad. Dat ze gewoon een merk hadden ontwikkeld voor hun klanten. Maar wat dus eigenlijk heel erg op een ander logo leek. Ja, ja. Daar gingen ze de mis mee in. Ja, dan ben je best wel de sigaar. Een hele campagne hebt gemaakt voor je klanten. En uiteindelijk kan die het helemaal niet gebruiken. Oké, dat is wel een tip voor mensen die het ontwerpen. Nee, Niels. Nee. Of als je dat dan doet, dan weet je dat je risico loopt. Want ja, ik kan niet zeggen, nee, dat mag je niet. Dat moet je uiteindelijk allemaal zelf weten. Alleen je loopt een risico. Dat is het. Alright. Bedankt nog even. Hier kan ik allemaal bedankt. Je krijgt allemaal nog een mailtje na met de slides erin en een linkje om je terug te kijken. En ik zeg in ieder geval volgende week hebben we geen webinar, we hebben Boost Your Business. Ah, en daar sta jij ook. Ja, ben ik ook. Ja, nice. Dus als je er bent, dan ben ik er ook. En over 2 weken hebben we weer een webinar en dan gaat het over hostmanship, dat is heel leuk, klant is koning, en sociaal ondernemer. Dus hou allemaal jullie e-mail in de gaten, ik ga alles sturen. En tot de volgende keer.